In zijn zogeheten open brief wil hij de kwetsende en onware verhalen aan de kaak stellen. En daarvoor heeft hij de hulp ingeroepen van de oud-directeur van de RVD, Hans van der Voet. Die heeft een rapport gemaakt met bewijsmateriaal, zoals beëdigde verklaringen en archiefbronnen. De vraag is nu hoe betrouwbaar dat rapport is van de vriend en vertrouweling van de prins. Verslaggever Robert van Tellingen sprak met een aantal historici over de waarde van het onderzoek. Een open brief van een prins. Wat moet ik hiermee? In de nadagen van zijn leven. Het laatste woord over al deze dingen is naar mijn mening nog helemaal niet gesproken. Gebaseerd op een onderzoek van een vriend. Is het verstandig? Had hij beter kunnen zwijgen? Natuurlijk had hij beter kunnen zwijgen. Verbazing bij historici over deze open brief van prins Bernhard in de Volkskrant afgelopen weekend. De prins verweert zich tegen tal van aantijgingen. Gesteund door een onderzoek van de oud-directeur van de RVD, Hans van der Voet. Van der Voet, tevens vriend van de prins, gaf gisteren tekst en uitleg over het onderzoek en de brief. Hij wilde dat niet doen zonder dat er althans een poging is gewaagd om kijken of er documenten zijn in archieven van andere instellingen, NIOT, buitenlandse instellingen enzovoorts. Of daar stukken zijn, mensen die nog wat weten, om het wat meer powerful te maken. Ja, maar het gaat hem dan toch om de publieke opinie. Dat is bij het jawel, maar hij, kijk, als hij zo had geschreven van dat is allemaal niet waar, dat vond hij iets te licht. Hij wilde een beetje body dragen. En is dat gelukt, vindt u? Ik vind dat redelijk gelukt, ja. De conclusies van Van der Voet. Via prins Bernhard zijn de plannen rond de slag van Arnhem nooit gelekt. Hij heeft de Duitse bezetter nooit aangeboden stadhouder van Nederland te worden. Zijn moeder is een eerzame vrouw. En zonen in Londen heeft Bernhard nooit gehad. Deze beweringen zijn waar, want het tegendeel kan niet bewezen worden, aldus Van der Voet in zijn onderzoek. Maar volgens historici deugt dat onderzoek niet. Kijk, als een onderzoek wordt gedaan ter ontkrachting van al die beweringen die er zouden zijn gedaan over de prins, en we moeten het doen met de stukken die hij aanhaalt, ja, dan ben ik op geen enkele manier overtuigd. Want? Omdat het gewoon een beetje een bij elkaar geraapte boeltje is die in feite niks... Die in feite niks afdoende bewijst. Het idee dat dit een wetenschappelijk onderzoek is, waardoor we nu in alle objectiviteit weten hoe het zit en zodanig dat we er nooit meer iets aan hoeven te doen, dat lijkt mij eerlijk gezegd volstrekte onzin. Het gaat in feite om een hele oude man die zijn hart heeft willen luchten over een reeks van beschuldigingen, waarvan ik op zichzelf wel wil aannemen dat ze niet allemaal juist zijn. Daar wil ik wel van uitgaan. Maar dan is dit niet de manier om, laten we zeggen, definitief een punt achter deze langdurig slepende affaires te zetten. NIOT-onderzoeker Aalders voelt zich nog het meest in de kou gezet door Van der Voet. Hij deed onderzoek naar het mogelijke bestaan van de zogenaamde stadhoudersbrief. Een brief waarin Bernhard aan Hitler of Himmler in 1942 zou hebben aangeboden stadhouder van Nederland te worden. Nee, Van der Voet is nooit bij mij geweest, heeft me nooit gebeld en nooit gevraagd. En, het is een beetje slordig, zou je kunnen zeggen. Althans, in dit opzicht. Ik had toch tenminste een bezoek van hem verwacht. Of in ieder geval een telefoontje. Wat ik zelf over die stadhoudersbrief heb gedaan, dus die hij aan Hitler zou hebben geschreven, zeg ik er heel nadrukkelijk bij. En dat doe ik ook in het boek. Wat niet over prins Bernhard gaat, wat wel eens beweerd wordt, maar over de Nederlandse dubbelspionnen. Daar hou ik alle slagen om de arm. Ik beweer nergens dat het zo is. Ik geef alleen een hele reconstructie van de brief. Hoe komt het verhaal in de wereld? Hoe zit dat? Waarom hebben die geheime diensten zich daar zo over opgewonden? Hebben zich ministers van justitie daarmee bemoeid, premiers, et cetera? Dus het hele verhaal staat te keurig. En dat was dus ook een verhaal waarvan ik had gedacht van, nou, meneer Van der Voet had eens een keer contact opgenomen en we hadden eens een keer moeten praten. Misschien dat we dan wat zinnigs hadden kunnen doen met z'n tweeën. Maar nee, dit laat men gewoon passeren. Er wordt steeds gesuggereerd dat op de dag van vandaag, en ik zag het vandaag weer in de kranten van, die Aalders die beweert maar wat. Nou, Aalders beweert niks, Aalders reconstrueert. En dat is een heel ander verhaal. Volgens Aalders is het bronnenonderzoek van Van der Voet ondeugelijk. Maar er is nog iets anders. Van der Voet is geen historicus. Hij is oud-directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst. En dat maakt hem en zijn onderzoek over de prins kwetsbaar voor kritiek.
ex-directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst, is toch een instelling die in opdracht van de overheid leugens verkoopt. Of althans, die in opdracht van de overheid de waarheid zodanig verdraait dat het acceptabel is voor de opdrachtgevers. Nou, hij is dus een vriend van Prins Bernhard. En de vroegere hoofddirecteur van de RVD. Ja, dat is natuurlijk een instelling die ook moet waken voor het feit dat er geen volledige openheid komt. Dat is de functie van die dienst. En dat is, nou kun je zeggen, volledige openheid bestaat in geen enkele democratie. Maar je kunt wel zeggen dat de Oranje Monarchie, zoals die bij ons functioneert, misschien in velerlei opzichten nog een extra beletsel is voor die openheid. Blijft de vraag, zijn de aantijgingen tegen prins Bernhard nou waar of niet waar? Bernhard wilde in ieder geval zijn hart luchten en dat is hem gelukt. Dat het onderzoek gekraakt wordt, bewijst toch niet dat alle beschuldigingen waar zijn. De waarheid zal pas over lange tijd bovenkomen, zegt professor von der Dunk. De monarchie maakt dus de openheid die nodig is voor een werkelijk objectief wetenschappelijk historisch onderzoek onmogelijk, althans zolang nog de betreffende personen in leven zijn. Dat kan misschien over 20 jaar. Dat is, zou ik willen zeggen, de tol die we moeten betalen voor het feit dat we monarchie hebben. Maar volgens Aalders zal in de tussentijd gezocht worden, juist naar aanleiding van dit onderzoek. En zo schiet de prins met zijn open brief wellicht uiteindelijk zijn doel voorbij. Die twee zonen in Engeland, dat is dan volgens dit rapport onzin. En nou ja, over de bewijsvoering kun je natuurlijk je twijfels hebben. Maar als hem dan gevraagd wordt naar die dochter in Parijs, dan zegt hij, daar wil ik het niet over hebben. Ja, dat is dan iets van waarvan je dan als kijker denkt van, wat moet ik daarmee? Klopt het dan wel? Omdat je er niks over zeggen wil. Kijk, dat soort dingen. En dat zal natuurlijk ook veel onderzoek uitlokken van de media, mag je aannemen. Overigens heeft de prins al laten weten dat het risico op mogelijke nieuwe publicaties naar aanleiding van zijn brief hem geen bal interesseert.